Zo is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Een deelnemer is al kansloos. Dat is Urk Del Rio. Nu springt ook nog UFO Del Rio, maar die wordt gelijk weer gezet. En de leiding wordt genomen door Falls River. Urk Del Rio dus op een kansloze achterstand. De deelnemers gaan de eerste bocht in. En Falls River leidt daar op de tweede plaats op Session Eden. Door het derde spoor moet Gustafsson op dit moment. En Ebbing heeft eigenlijk maar één keuze. Daar heeft er twee. Hij kan terug naar achteren, naar de allerlaatste plaats. Of naar voren, maar daar wil hij nog niet heen. Dus blijft hij achteraan hangen en hij ligt nu laatste. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Daar leidt Falls River in de bekende stijl van Piet van Pollaert, de Belgische topamateur. Ligt altijd achterover op de kar. Dat heeft hij geleerd van Henny Grift, die hier vandaag trouwens ook aanwezig is. Dat is ook een beetje de stijl van Henny, die we graag weer eens op de kar zouden zien. Tweede plaats op Session Eden. Derde plaats voor Cocktail de Biwets. En daar komt aan de buitenkant nu Gustafsson naar voren. Ebbing heeft lang genoeg gewacht. 500 meter heeft hij het geduld kunnen bewaren. Maar nu schuift hij op aan de buitenzijde. En hij komt uit op plaats 4-5. En zo gaan de deelnemers de linker bocht in. Daar leidt Falls River. Op Session Eden ligt tweede. Derde plek voor Cocktail de Biwets. Eerste paard aan de buitenkant is Gustafsson. Daarachter aan de relingzijde volgt Dundee Boko. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Daarachter volgt Dynamic Jimmy met Jos Verbeek. Paarden zijn weer in de rechte lijn. We hebben straks nog één ronde te gaan. En Gustafsson sluipt dichterbij. Tempo is ook niet al te hoog. Falls River leidt. En als hij zou vragen, hij hoeft het niet eens te vragen, mag hij er zo langs, denk ik, bij Piet van Pollaert. Die blijft liggen. En dus is Gustafsson nu op kop met nog een kilometer te gaan. Gustafsson, Falls River. Daarachter op Session Eden. De eerste paard aan de buitenkant Dynamic Jimmy. Daarachter aan de relingzijde volgt Cocktail de Biwets. Dan in het tweede spoor Geri Boko. Dan Dundee Boko daarnaast aan de binnenkant. Dan UFO Del Rio. En laatste is Fernando aan de relingzijde. Tempo is weer even uit de koers. Dat kan Ebbing ook als geen ander. Hij heeft even het tempo eruit gehaald en zo gaan ze de rechte lijn overzijde in. Niemand valt aan op dit moment. Gustafsson leidt. Ebbing kijkt een keer over de schouder. Ziet in het derde spoor niks komen. Dan weet hij dat hij goed zit. Die andere paarden zien net allemaal voorbij gegaan. En zo zijn ze halverwege de rechte lijn overzijde. Gustafsson leidt. Falls River vindt dat prima zo. Plek 2. Daarachter op de derde plek aan de buitenkant Dynamic Jimmy. Die komt wel ietsje dichterbij. Daarachter aan de relingzijde op Session Eden. Die wilde graag uit. Maar dat kan niet. Want er komt Tom Kooijman naast met Geri Boko. En zo gaan ze de laatste bocht in. Favoriet gaat heel makkelijk, Gustafsson. En inmiddels is Gustafsson halverwege de Tjarda-bocht. Tweede plaats voor Falls River. Nu gaat het tempo omhoog. Falls River kan Gustafsson aardig bijbenen. Uit de staart van het veld komt nu Fernando naar voren. En zo komen de deelnemers in de laatste rechte lijn. Ook UFO Del Rio meldt zich aan de buitenkant. Paard in de laatste rechte lijn. En Gustafsson probeert nu wat afstand te nemen. Falls River probeert plaats 2 vast te houden. Aan de buitenzijde komt UFO Del Rio. Vierde plaats is voor Obsession Eden. En die doet nog mee voor plaats 3. Op weg naar de streep is het Gustafsson. En Gustafsson, go baby! Go, go, go! Oh, helemaal alleen. Falls River tweede. Obsession Eden derde. UFO Del Rio vierde en vijfde. Cocktail de Biwets.